niemand daarop zit te wachten. Maar we doen het toch allemaal. We rijden allemaal massaal de file in. En dat is simpelweg omdat we 's ochtends niet goed checken waar de file staat. En dus gaan we gewoon op weg. Als het dan eenmaal te laat is, als we in die file staan, dan weten we de voorlichting vaak wel goed te vinden. Via de radio, via apps, maar ook via elektrische borden langs de weg laten we ons dan goed voorlichten om zo snel mogelijk die file weer uit te komen. Dat blijkt uit onderzoek in de opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, we staan dus onnodig in de file en daardoor zijn die files ook nog is onnodig lang. Een beetje beter voorbereiden, dat kan dus best. Ja, dan ben ik wel benieuwd of dat aan tafel hier ook gebeurt. Ga je goed voorbereid de weg op? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen auto heb. Dus vooral het openbaar vervoer gebruik van maak. Maar ik weet wel dat het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft ook wel eens gekeken naar wie er nou in de file staan. En daaruit bleek dat eigenlijk de helft er niet per se in zou moeten staan. De helft? Ja, dat verbaasde mij. Dus dat betekent dat daar nog wel wat winst te behalen zou zijn, lijkt me. En hoe erg is het om in de file te staan? Ja, ik denk dan, ik kijk ook niet van tevoren. Ik luister op de radio en dan hoor je wel dat er files zijn. Maar dan zit u al in de auto waarschijnlijk. Ik moet bijna iedere dag van Den Haag naar Amsterdam. En dan kan ik kiezen de A44 of de A4. Nou, als de A44 vol staat, dan gaan mensen naar de A4. Dan staat die ook vol, meestal is het andersom. Dus je gaat gewoon de file in, omdat je weet dat die er toch staat. Dus ze staan overal, ja. Ja, en als je hem probeert te ontwijken, dan loopt het meestal, ben je dan vaker meestal meer tijd kwijt dan als je er gewoon maar in gaat staan en het dan maar gewoon neemt. En dan, ja, dan weet je dat je er wat langer over doet. Nou, en ik begreep dat er ook mensen zijn die het eigenlijk wel prettig vinden om in die file te staan. Dan hebben ze even wat tijd voor zichzelf. Nou, als die mensen dat allemaal gaan doen, en dat ik dat niet hoef doen, zou het mooi zijn. Ja, dan kunt u tenminste doorrijden. Ja, daar hoor ik niet bij. Goed, dan hebben we nieuws over.